Dag allemaal en welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Hanne en ik post hier elke vrijdag een video over het huishouden, poetsen, receptjes, boodschappen. Als dat dingen zijn die jij graag ziet op YouTube, denk er dan zeker aan om deze video te liken en om je te abonneren op mijn kanaal. Laten we er meteen aan beginnen. It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. It struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I'm not. Ik wil jullie graag uitnodigen om eens een kijkje te nemen op mijn Instagram pagina. Ik heb vorige week namelijk eentje aangemaakt. Ik noem daar ook gewoon Cheerful Cleaning Hanne. De bedoeling is om daar in de toekomst wat meer persoonlijke content te delen. En nu gaat daar vooral nog dingen rond schoonmaken gepost worden. Want ik heb daar ook nog helemaal niet zoveel volgers. Dus ik laat het eerst liever nog een beetje groeien. Heb jij dit gedaan? Jette, heb jij dit gedaan? Is dit jouw harde werk? Ja? Voilà, de handdoeken zijn weer opgeplooid en weggelegd. En nu ga ik het sanitair beneden schoonmaken. En dat doe ik met mijn Brows badkamerreiniger. Het zeepompje leg ik steeds in de wasbak. En dan sprits ik de badkamerreiniger ook daarop. Om dat ook goed hygiënisch schoon te krijgen. Yeah, every day, babe. And they stand in tonight on the couch. No, I'm not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name. And I will come running, yeah.
Zoals jullie weten post ik ook regelmatig video's over koken en receptjes. Ik hou van eenpansgerechten en ovenschotels. Gewoon omdat dat de meer eenvoudigere gerechten zijn waarbij je meestal ook niet heel de keuken vuil moet maken. En je dus terwijl dat iets in de pan zit en in de oven zit, kan je de keuken ook ineens opkuisen. Maar wat ik wou vragen is, weet jij nog goede receptjes, want dan mag je die altijd met me delen in de reacties en dan kan het goed zijn dat ik die eens klaarmaak voor in een video. Zoals jullie weten laat ik mijn kleding altijd drogen op een droogrekje en niet in de droogkast. Dus hier ben ik gewoon alle droge kleding van het rekje af aan het halen en dan ga ik die ook weer wegleggen in de dressing. Deze week ben ik door al mijn kleding gegaan en heb ik heel veel kunnen wegdoen. Dus het grootste deel ga ik doneren aan een organisatie hier in de gemeente waar dat mensen voor 1 euro een kledingstuk kunnen gaan kopen. En er zijn een aantal kledingstukken die toch wel versleten waren. En die moeten gewoon weg. Maar alles samengeteld is er dus een volledige vuilzak aan kleding die weg mag. Dus dat geeft zo'n goed gevoel om die die dressing gewoon weer wat leger te zien. En zo is er ook weer ruimte voor nieuwe kleren die terug een beetje mee zijn met de mode. Want ik ben iemand die mijn kleding echt afdraagt. Dus een heel aantal kledingstukken waren al meer dan 5 jaar oud. I can't believe that you are mine. Love's a gun and baby, you're my trigger. You kiss me in a way that gets me high. You make all my dreams come true. It feels right just being around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way. Ik ben trouwens dol op deze stofzuiger.
Hij pakt echt al het vuil in één keer op, zelfs op de laagste modus, dus op de eco-stand. Ik heb hem ook gelinkt in de beschrijving van mijn video. Dat is dan wel de versie zonder alle opzetstukken, want die kan ik jammer genoeg niet meer vinden om te linken voor jullie. Maar het is verder wel dezelfde stofzuiger met dezelfde batterij en dezelfde motor. Heel fijn als je tot hier gekeken hebt. Als je tot hier gekeken hebt, laat het mij dan weten in de reacties door te reageren met een spons. En dan wil ik jullie dus bedanken voor het kijken. En volgende week vrijdag zie ik jullie in een nieuwe video. Dag!